zaterdag voormiddag en ik zit aan de piste in Betekom. Betekom. Niemand kent dat. Het is een deelgemeente van de Genendijk. Wat waarschijnlijk ook niemand kent. Achter mij zijn ze aan het skateboarden. En aan het praten. Het skatepleintje is nog maar net aangelegd. Het is wel mooi. Ja. Fancy. Voor mij zijn ze aan het speerwerpen. De groep van Peter. De meerkampers. Ze hebben dikke pullen aan. Vraag mij af of dat je daar goed mee kunt speerwerpen. Ach ja. Ik doe niet aan speerwerpen. Ik doe alleen aan lopen. Als ik mag. En als mijn voet niet gebarsten is. Wat nu dus het geval is. Daarom zit ik hier in gewone kleren. Het is gek om hier te zitten in gewone kleren. Normaal heb ik loopkleren aan. Ja. Ik zit op de plek waar ik normaal tot rust kom. En dan letterlijk tot rust. Want aan de aankomst, daar begint altijd de rust. Soms stopt daar ook de rust. Maar er begint ook altijd de rust. In de rechte lijn zijn 8 banen. In de bochten 6. Zo zijn de meeste pistes opgebouwd. Daarnet was er ook iemand zijn gras aan het afrijden. Toch raar in november. Gras afrijden. Het is koud. De wind snijdt in mijn handen en mijn gezicht. Ah. Ik was liever toch aan het lopen nu. Nu smijt er iemand met de speer en hij heeft een korte broek aan. Die moet het pas koud hebben. Speerwerpen is nu ook niet de meest actieve discipline van atletiek, dus... Oh, ik krijg het al koud als ik het zie. Ja. Het is hier mooi. Ik ben hier graag. Normaal ben ik hier 4 dagen in de week. 4 dagen, minimum. Dat is veel. En nu mis ik het. Ik ben hier nog altijd 2 dagen. Ik geef 2 dagen training. Aan de minime. De kindjes in het 6e leerjaar en 1e middelbaar. Toffe bende. Drukke bende. De bomen zijn de blaadjes aan het verliezen. Buiten de naaldboom. Die staan nog goed in bloei. Allee, voor zover dat een naaldboom kan bloeien. Binnenkort gaan ze de piste vernieuwen. Allee, dat is ons toch gezegd. Ik weet er eigenlijk niet zoveel over. Dan moeten we weer ergens anders gaan lopen. Het zal wel niet te lang duren, hoop ik. Zaterdag voormiddag. Er is niet zoveel volk. Het is ook bijna middag. Waarschijnlijk is iedereen het middageten aan het klaarmaken. De balkjes met krieken. Of is dat meer voor zondag? Een pleisterplek is normaal een plek waar je tot rust komt. Ik heb dit gekozen als pleisterplek, maar ik kom hier niet echt tot rust. Fysiek dan, want mentaal wel, toch? Als je loopt, dan kom je mentaal tot rust. Ik ben toch altijd rustig als ik heb getraind. Misschien ook omdat ik dan moe ben. Dus dan thuiskomen, in de zetel gaan zitten. En een goed gevoel. Goed afgezien die dag. Het is tof. Maar ik kom ook tot rust. Daarmee ben ik aan de aankomst gaan zitten. Want daar begint de rust. Zoals ik eerder al zei. Het begint echt koud te worden. Het is niet zoveel volk. Ik had verwacht dat er meer volk ging zijn.
zijn een paar vogeltjes die fluiten. Die vonden het ook al koud. Hè. Drinken is een belangrijk onderdeel van de training. Hydrateren blijven. Hè. Nu zit ik hier te wachten. Wachten op Godot. Het is een rode piste. En tartan, geen mondo. Tartan, dat zijn zo van die korreltjes. Maar wel zo rubberkorreltjes. Mondo, dat zijn echt matten. Duurder dan tartan. En ook gladder in de winter, denk ik. Als het zo heeft geregend. En ook harder. Zijn de sprintpistes. Ik doe 800 meter. Dus dat is geen sprint. Ook geen lange afstand. Zoiets tussenin. Er is ook een vrouw met haar hond aan het lopen. Ze loopt langs de buitenkant van de piste. Het is een zwarte hond en de vrouw heeft een blauw truitje. Ze heeft haar gsm rond haar arm hangen. Zou ze naar muziek aan het luisteren zijn? Ik vraag me altijd af waarom mensen langs een piste gaan lopen. Gewoon toertjes lopen. Als een traag joggen langs de piste. Het moet toch saai zijn? 40 toertjes rond de piste bijvoorbeeld. Echt saai. 40 is misschien wel veel. Dat is 16 kilometer. Ja, er zijn niet zoveel mensen dat 16 kilometer lopen, denk ik. Dat is 8 kilometer. Dat is een normale afstand. 20 toertjes rond de piste. Zou ik toch niet doen. Voor de rest zal er niet veel te beleven. De kinderen zijn nog altijd aan het skaten. Er is net iemand gevallen, denk ik. Want het skateboard viel. En het kindje roept, wow! Ja. Voor de rest is het rustig. Een plek om tot rust te komen.